mensen, je kijkt naar Spooky611 en welkom bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Op de Spook611 server. Dit is dan niet Spook611 server survival, maar gewoon de klassieke survival die wij gewoon op Spook611 server doen. Wij hebben genoeg resources om een enchantment table te maken. Dit is echt de eerste keer dat ik dat doe. Wat ben jij aan het doen? Ik wil even nog wat hout pakken, aangezien we nog weer kisten moeten maken. Nou. Plaats een sapling even hier, als je wil. Ja, ik pak een sapling. Zo, dank je. Nou, dan gaan we even een table maken, hè. Hoe gaat het met Ronnie? Goed. Nou, met mij ook. Herschel, hoe gaat ie? Oh, hij is lekker aan het eten. Oh. Ze werken nog. Ze doen het nog goed. Ja, het is erbuiten denk ik best wel gevaarlijk. Maar we zijn lekker binnen en we kunnen nu echt alles gaan smelten. En we hebben super veel iron weer, want dat vinden we echt in overvloed, de iron. Zo, die chest met die kobbel. Geweldig. Ja, ik ben net even aan het sorteren van... Ja, er kan nog wel een kobbel bij. Ja, ik ben nog een keer aan het maken, dan wordt die groter. Hij zit helemaal vol met kobbel. Oh, kut. De lapis die ligt daar. Pak het snel op voordat het weggaat. Nou, oké, ik heb nog meer kobbel. Hier zit ook nog kobbel, hè? Koppelsteers kan er wel in blijven, denk ik. Smoothstone moet je ook even eruit halen. Smoothstone? Ja, dat valt ook in de steen namelijk. Dat is gewone steen. Als je het hakt, dan wordt het koppelstone, zeg maar. Dus dat is smooth. Ja. Sandstone doet die ook in mijn. Oeps, dat waren strings. Ik hoef mijn string niet. Nee, is je string. Nee, geen string vandaag. Okidoki. Jezus, veel gold ingots. We moeten eigenlijk de ingots ook allemaal bij elkaar doen. Vind je? Ja, nou, ik ben dan voorstander van één kist met al die waardevolle shit, weet je wel. We doen het beide anders. Ja, zo, doe zo maar. En diamonds doen we dan hier. Nee, hier. Nee, doe maar hier daar. Nee, doe die maar hier. Nee, waar doen we wol? Bij random spel, weet ik veel. Oké. What the fuck? Oké. Ja. Dan ga ik jou even gewoon laten zien in de kist hoe je een table maakt. Ja, ik wil dat doen. Oké, ja, maar dan moet ik het je wel laten zien. Ja, ik wil een table. Zie je wat ik in het midden doe? Ja. Dat zie ik. Zoals het in het midden staat, zo maak je een tafel. Oké. Dank je. Nee, ik wist niet hoe ik het anders uit moest leggen, dus... Maar craft ik het? Hierin? Ja. Ik ben het nu al kwijt. Je moet een torentje maken. Met obsidian. Ja. Dus drie onder, één in het midden. Drie onder, één in het midden. Hoeveel diamonds heb je bij je? Oké. Twee. Got it. Yes! Achievement! Enchanter! Ik ben een enchanter! Hatsjafatsch! Ik ben een enchanter! Nog niet. Je hebt de tafel gemaakt. Oh, die achievement die kreeg ik. Ja, dat je die tafel maakt, ja. Ja, ik ben een enchanter, stond er. En nou heb ik hier om het hoekje, ben ik al een paar boekenkasten gemaakt. Dus waarom zit dat een boekenkast om een enchantment table? Daar kun je hogere level enchanten. Ja, maar wat is het idee daarachter? Ik weet niet dat ze de kennis uit de boeken halen, weet ik veel. Ah, oké. En waar zet ik hem neer? Het beste kun je deze neerzetten. Hier. Ja. Ah, enchantment table! Hoi. Ja. Ik vond het wel zo'n raar ding. Oh ja, kijk, zie die animatie zo uit die boekenkasten komen. Mm. Cool. En wat kunnen we dan nu mee? Ik kan altijd level 14, maar... Je moet een boek of zo? Je moet een gereedschap, een tool of een van je arme dingen kun je erin doen en dan kun je dat enchanten. Level 4, 7 en 14. Het zijn allemaal hele rare cijfers. Wat betekent het? Ja, hoe hoger level, hoe beter speel je hebt.
Denk ik. Oké. Ik heb nu level 14. Unbreak. Probeer wel altijd het hoogste te krijgen, namelijk. Ja, nou, deze is nu level 14. Oké, okay, chill, chill. Gaat het zo makkelijk? Yep. Oké. Okay. Zelfs ik snap het nog. Wauw, dus ik kan mijn zwaard er ook gewoon even in doen en hem omhoog. Hoppakee, plus 6 attacking damage. Yeah. What the hell? Dat is best makkelijk. Ja. Yeah. Oké. Okay. Maar je kan hogere levels als je meer boekenkasten eromheen doet? Ja, je kan tot level 30 als je me niet vergis. Oh, wauw. Oké. Okay. Laten we boekenkasten gaan maken, Timo. Het is toch daglicht. Ja, maar we hebben geen leer meer. Geen leer meer? Nee, we hebben geen leer meer. En waar krijgen we leer van? Van beesten. Nou, go, go, go naar buiten. Het is ochtend. Go, 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 Timo. Kom, kom. Ja, ik ga mijn zwart even enchanten. Ja, snel dan. Het is ochtend. Ik heb al net een nieuw zwaardje gemaakt dan. Oké. Het is ochtend, het is ochtend. Go, go, go. Het is ochtend. 15. Unbreaking en smite. What the fuck is smite? Dan smijt hij. Hey, waarom kan ik mijn chestplate niet enchanten? Of moet je dat op de beurt te doen? Dat jij bezig was. Nee, hij kan alleen level 1. Wauw. Ik heb nu protection 1. Waarom kan die maar level 1 en deze niks? En mijn boots ook niks. Als je ze erin en eruit haalt, dan reset hij de dingen. Erin? Ja, ik kan... Dan krijg je andere chance die je kunt doen. Ik kan er niks mee, Timo. Nou, dan moeten we even meer boekenkast hebben. Oké. Okay. Is goed. Let's hunt for some animals. Nu heb ik ook zo'n leuke gloed. Yes, let's hunt for animals, want het is nu daglicht. Dus kom op. Go, 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 go. Let's bring the daylight. Rennen, kreng. Heb ik mijn map bij me? Ik heb geen eten bij me. Ik heb wel een beetje eten bij me. Oké, okay, go, 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 go. Laten we gaan. We can do this. Wow, zie je hem nou shinen met zijn chest. Ja joh, ik heb een shiny chest, helemaal ingeolied. Go, 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 waar gaan we heen? Staan we dan. Laten we gewoon, wat moesten we pakken? Dieren. Ja, maar volgens mij hadden paarden en koeien. Ik weet sowieso als je koeien vermoordt dat je kans hebt op leer. Oké, okay. Nou er moeten vast wel veel koeien zijn ergens in de buurt. Mm-hmm. Let's do this. Waar gaan we heen? Ah! Koe! 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 Au! Koe! Die geeft raw beef aan mij. Ja. Je kunt raw beef en leer krijgen. Hoppakee. Ik geef niet altijd leer. Ja, ik heb leer. Oké, okay, go, go, go. Ik vermoord al die andere beesten ook. Ja, ik ook. Hoppakee, kippetje. Vermoord alles gewoon hoor. I'm a everything killer. That's how they call me. Hey, een koe in het water. Dat mag oh, niet. Oh nee, geen koe. Oh. Dat is een inktvip. Laat maar. Inktvip. Varkens. Die kill je met één slag, man. Oh. Ik ben twee. Ik ook. Dan was die andere al een beetje kapoetski. Nou, waar is de rest? Koe! 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 En ik zie nu alweer Iron daar in die cave. Dat heb ik? Heeft hij me leer gegeven? Nee. Oh, daar ben je. Fuck! Hoi, hoi, hoi! Nee! Witte wol, yeah. Varkens. Ja. Ah, dit is echt full on animal jacht, man. Animal jacht, yep. Wat een leuk Nederlands-Engels. En heb je? Ah, nee. Van in vlees. Geef toch eens leergierige. Allemaal varkens. Jezus, man. Dat is een varkensnest. Give me your wool.
schapen schieten. Ah, zombie, jij bent aan het branden. Losa. Koe, verderop. Koe! Hoi, er wil iemand op me schieten. Waar is de koe? Oh, daar. Hier. Pak hem. Ja, ja! Ik heb het. Yeah. Ik heb het. Hoeveel heb je er nou? Ik heb er 2. Ik heb er 1. Dan moeten we nog wel wat meer, toch? Yep. Hoeveel leer hebben we nodig voor 1 boek? Kerkkast? 1. Boekenkast. Een boekenkast. Hey, 2 koeien, 2 koeien. 2 keer zoveel. Dus 1 per boek. En ja, voor een boekenkast heb je 3 boeken nodig. Ah, oké. Okay. Oh, 1, hè? En dan heb je gewoon 1 zo'n boekenkast dingetje. Ja, weer 1. Oh, ik heb 3 leer ineens. Wauw. Hij had dus 2 laten vallen. Pak die andere koe. Ja, weer 2 leer. 5. Wauw, nice. Zo, dan gaat het snel. Go, 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 go. Oh, dat... Daar zie ik weer heel veel piggies. Ik heb bijna honger trouwens. Nou, genoeg eten hier. Jezus. Ja. Wat een piggies. Oh, dat gaat zo lekker snel dat. Pikken het allemaal. Echt waar? We pikken dit allemaal. Leuke grap, Timo. Mag ik wat eten? Of moet ik mijn piggies opeten? Wow, melons! Au! Daar ging ik al. Au! Meloen! Oh, dat is zo mooi. Oh, pas op, pas op! Wacht hier! Creeper, creeper, creeper! Lek, lek! Boom! Daar ging de wereld. Sorry, ik liet een skeetje. Ik zie het. Hé, hey, wat is daar in de schaduw? Ja, daar bij mij. Varken! Bij mij is het geen schaduw. Oh, het was een beetje buggy bij mij. Nou, waar zijn die koeien? Verdomme koeien. Cow and Chicken, ken je dat van vroeger, Tibo? Ja. Yeah. Dat was zo vet. Cartoon Network op zijn hoogtepunt. Yep. Waarom ging dat eigenlijk van de Nederlandse tv af toen? Geen idee. Toen was ik best wel sad eigenlijk, want ik keek daar altijd naar. Terwijl mijn vriendjes keken altijd naar Jetix en Fox Kids. Johnny Bravo, dat was ook vet. Ja, allemaal Cartoon Network spullen dan. Mhm. Koe, koe, koe! Moe! Kom maar op. Kom maar op. Oh! Hij viel naar beneden. Maar geen leer. No leer. Where are the cows at? Moe, 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 moe. Koeien! Waar bent u? Er zijn echt geen koeien, hè? Weinig. Maar er zijn wel heel veel piggies. Er zijn superveel piggies. Die varkens hebben er gewoon wat mee te maken. Ja, de varkens hebben de piggies overgenomen, denk ik. En ik ben jou kwijt. Wat zei je, Timo? En ik ben jou kwijt. Waar ben je dan? Nog een eind terug. Oké, okay. Ik ben thuis. Oh, nou, dat is niet zo'n probleem. Ik heb mijn map bij me. Of bijna thuis. Ik zie de muur. Ik ben even de hoe heet het, opgegaan. De heuvel. Ik heb mijn map, dus ik weet tenminste de weg naar huis. Ja, ik ben de heuvel opgegaan. De heuvel. Want we zijn gewoon een rondje gelopen, hoor. We zijn niet ver van huis gegaan of zo. Oh, wacht even, dan ben je denk ik deze vanaf gegaan. Oh, wauw. Ik gebruik de water als lift. Ja, ik heb 5 leer, Timo. Wauw. Dus die extra boeken, ja. We moeten nog veel leer verzamelen. We moeten nog veel leren. Haha, bedoemtsch. Bedoemtsch.
Maar ik heb wel veel eten voor je om te koken. Of kan je die gewoon in het fornuis stoppen? Ik kan je gewoon in het fornuis stoppen. Creeper! Ga weg. Cool. Ga weg! Ga weg! Moet je niet. Ja, laat me even half op, vriend. Oh, er zitten 49 iron ingots in dat ding. Ja, dat heb ik erin gestopt. Tering. En dan die andere kant. 20 iron ingots, jezus. Ik had a little bit veel iron. We hebben nogal veel iron. En we hebben juist te weinig diamond. Mm-hmm. Seems legit. Oh, Hey! De muur. Oh, ik dacht je ziet mij. But you didn't see me. No, I saw the wall. Oh, dat is ook leuk wat ik nog in mijn inventory heb staan. Timo, het wordt avond, waar ben je? Bij de deur. Welke deur? De deur van de deur, ja. Ik ben benieuwd waar jij uitkomt. Goedenavond! Ja, die deur. Oké, okay, zo ben ik ook geweest. Ik ben dus een rondje gelopen, blijkbaar. Ja, gelukkig had ik een map bij me, sorry. Zeg, ik wil niet met de deur in huis vallen, maar... Oké. Okay. Ja, ik zag nog een deur in mijn inventory. Lol. Ja, dat dacht ik ook. Nou kom ik letterlijk met de deur in huis vallen, want ik heb een normale hand. Zo, even koek pork chop eten. Ik heb wel lekker veel eten meteen. Yep. Ah, oh, wat hebben we toch fijn. Wat hebben we toch fijn. Oh, mijn... Bieren, maar dan maak ik het zijn. Ja, dat deed ik extra aan. Ja, dat weet ik. We hadden eigenlijk even met donkey of met paard moeten rijden. Maar ja, het is... Ja, nou, dat denken je... we nou pas aan. Ja, het is nu... we zijn gewoon eventjes in ons territorium wat leer gaan vinden. We gaan nog wat meer leer vinden. En dan zijn we de volgende keer terug. En dan gaan we die boekenkasten maken. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Minecraft Server Survival Spooky 611. Met Tibo en Sander en Felix die ligt weer te slapen. Ja, mooi leuk. Tot de volgende keer. Doei. Wat al. Hij mag ook wel wat leer voor ons vinden, Felix. Vinden. Ja, als hij wat in zijn kist zou hebben, zou het wel fijn zijn. Oh, zo'n beroven.